The slogan see Tebanduini, who on Terkofana a power ball. Upper a caper calas municipality. The slogan see Tebanduin Woba. If we numbers, Parkway Council, no one could political party akekho asoze kuphinde kufane even now for abahlali balapha eCape Agulhas. We winning number for ingxaki zabahlali. So, ik dacht mee met Amal. Wit, zwart, bruin, Amal, groot Amal en hij. Amal gesjaals met hom en dat is hij geaardheid. Dit sal vir ons baie moeilik wees as om Dirkie met die dag so betrokke wees in die gemeenskap. Ek dink ons vertroue is regtig waar in hom dig. Ek is gebore in Bedaarsdorp. Ek het by my ouma groot geword op Bedaarsdorp. En 1961 met die groepsgebiede wet wat ingekom het waar ons wonings moet ontruim en in die blanke gedeelte verskuif, was ek en my ouma gedwing om na Elim toe te kom waar haar suster gebly het. En dit is waar ons nou is, hier in Waterkant van Elim, in Elim. Vir my as 'n klein tienie, wat die bygeweer het, moet in Elim kom saam met my ouma en ek moet weer nuwe vriende begin maak. Die groepsgebiede wet het natuurlik ons mense heeltemal verdeel. Groepsgebiede wet het alle liefde en vrede lekker sam geblei. Ons het sam speel. Ons brein kinders sam met die wit kinders goed verdeel en hulle het ons gesit natuurlik ver van die besighede af en weg uit die sakekern uit. Dit was anders daar. En Elim natuurlik het op daai stadium was het net die omgeving was een beetje anders, alhoewel Elim natuurlijk bij je. Maar wat natuurlijk lekker geweest het, is natuurlijk even een ziel. Niet zoals op Bedaard, waar je moet op je cijfers. Je moet ook wat de meest lekker kan spelen. Voor alles is zo. Met die trappen, zo op het recht, dan gaat die hier op. Kijk, dat is boef. Elim is a village situated on the Cape Agulhas Plain in the south of the Western Cape. In 1824, Elim was established by German missionaries as a Moravian mission station. This quaint village is also known to be one of the first areas where free slaves settled, and the memorial celebrating their freedom is not forgotten. Ek het vir my 'n paar goals gestel in die lewe. Ek wil eendag my eie huis hê. En ek wil eendag in 'n Mercedes-Benz ry. Dit was my motivering gewees waarna toe ek gewerk het. Ek het betrokke geraak in die politiek. 1993 met die destijdse oorgangsraad, die plaaslike oorgangsraad. Baie mense sal nie besef wat 2011 se verkiesing vir my beteken het. Het ek my verkiesbaar gestel vir die ANC en die ANC het daar nuwe riglyne goed neergelê waar volgens kandidate moet gekies word. Ek het streng by daai riglyne gehou. Maar toe die kandidate moet aangewys word, toe is ek weer nie aangewys nie. En toe het ek teruggegaan na my mense toe, na my kiesers toe, en vir hulle gesê, en hulle het my aanbeveel, ek moet weer onafhanklik staan. En ek het die verkiesing weer gewen. Nou die wen het natuurlik vir my bitter by beteken.
want die uitslag van die verkiesing was gewees dat die DA het 4 zetels gewen in die raad en die ANC het 4 zetels gewen en ek het die 9de een gewen. Wat vir my so belangrik gewees het van die zetel wat ek gewen het, dit was precies 50 jaar later waar die groepsgebiede wet my uitgesit het uit my geboorteplek uit en ek het teruggekom en het gewen vir my mense. Precies van 1961 tot 2011, 18 Mei. Dit is een van ons plichte as 'n raadslid is. Ons is nie net daar om dienste te lewer, maar ons moet ook kyk in die gemeenskap waar daar nood is, waar daar behoeftes is. Ons moet daar wees tot hulp van die gemeenskap. En in spesifiek, wanneer mense 'n geliefde aan die dood afgestaan het, om te gaan simpatiseer met die gemeenskap, want ons is hulle leiers. Nog een ernstige wees. Ik wou eigenlijk niks met om te doen gehad. En ik de tante gehad dat verlam was. En ze heeft altijd gezegd, jij moet niet zo wees. Die mensen wat je haat, ga jij gewoon lief raken. En dat gezegd, nooit nie ek, maar die liefde heeft toch geblom. Ja. Ik heb gezegd, nou een de vrouw ook van mij gevraagd, toen zei ik pa, dat voel nou of my man my op sy hande dra. So hy, en hy doen baie vir my ook, ek het hom baie nodig. So ek besef eintlik wat hy vir my en die kinders beteken. Ek het so'n klein radiootje gehad en daarop het ek maar altyd my rugby geluister, want daar was nog ons die televisie in die tyd. En het ek na hulle toe gestap daar in Hoopstraat aan die Van der Merwes toe. En terwyl ons daar gesit het, het die dametjie met 'n ander vriendin daar gestap gekom. Sy van nooit, ek moet sê, sy het sy 'n paar rooi skoene aangehad, maar ek glo nog tot vandag toe, het was 'n paar rooi skoene gewees. En daar het ons vir die eerste keer mekaar ontmoet natuurlik. Ek het rooi skoentjies gehad, maar ek het die daai tyd toe ek hom ontmoet het, die rooi skoentjies aangehad. En toe ek net van daar alleen, toe ek van neem as die Blei en Willeerstraat, en toe ek nou en dan daar draai gemaakt. Die stadsklik, meneer Brood, het vir my gesê, dat ek is die eerste jong man in Bedaarsdorpse geskiedenis, wat sy eie huis gehad het, voor hy getrou het die dag. So, dit is hoe kom ek het weet, ek het die geweet het eers. Rijd, sê die TV aan, ek kom hier kriekens kook, ek is op die man. Oké. Kijk wat sê die kriket. Nee, hij is weg. Hij zei, hij zal komen nou. Hij zal op die stel. Iets is voorbij. Ja. Staat genoeg? Hey, hoor. Kleine jaren.
Mami, jy besig is. O, nee, meneer. Goed. Die voet is er goed voor Heinrich, voor die boek, man. Die weet ons, Heinrich bel elke 5 minuten. Everyone who knows Dirk knows his passion for rugby. It all started when he was 18 years old in 1970. 11 years later, in 1981, an injury took him out of playing the game. However, it did not hinder his involvement in the sport. Dirk's reputation as a prominent sportsman gained him nationwide recognition. He became the first colored sportsman to referee a Currie Cup match. His rugby career spans over a phenomenal 50 years, and sport contributed greatly to who he is today. Baie mense het vir my gevra wat was vir my die grootste rugby oomblik op die rugbyveld wat ek geblaas het. En dit was gewees ons plaaslike twee spanne hier op Bedaarsdorp. Na eenwording in 1990 in Suid-Afrikaanse rugby, waar apartheid ons twee dorpse klubs verdeel het van mekaar. Die een het SARU gespeel en die ander een het federasie gespeel. Het ons vir die 15 jaar nie te mekaar gespeel he. Die een het gevoel dit is die regte pad om te loop en die ander klub het gevoel maar dit is nie die regte pad te stap na een nieuwe Suid-Afrika toe nie. En toe eenwording plaas van 1990 was ek die nummer 1 scheidsrechter van die SWD. En toe die spelbeurt uitkom, toe kies hulle my om hierdie historiese eerste wedstrijd in die nieuwe Suid-Afrika te blaas tussen hierdie twee spanne. En ek het teruggegaan na die bestuur toe en vir hulle gesê, maar vir hulle nie liefste een aan die een aanstel om die wedstrijd te blaasie. Want ek was vir jare betrokken by een van die spanne, by Stennis Rugby Voetbalklub. En hulle opdracht was aan my gewees, jy is hier nou my een scheidsrechter en jy gaan hier die wedstrijd blaas. En ek wil vir jy sê, ek het die wedstrijd geblaas. Dit was een reuse sukses geweest. Apart from being a successful sportsman, Dirk owned a general dealer, 2 supermarkets and a bakery in Bredasdorp. But that's not where it ended for him. Dirk's social entrepreneurship runs parallel to his heart for his community and a life involving politics. Maar die baar op Elim. Die enigste keer wat hy op Elim gewees het. Wow. Daar is maar die baar. Oh, daar, ja. Daar het ek om die eerste keer ontmoet. Daar is hy op die stoep by die kerk. Daar staan hy by Wille Michael van Bedaar ook. Ja, is ook al om Elim. Ja, en hy is kameraad Rasool. Toen wij ons bezoeken hier op Bedaarsdorp. Oké. Voor mijn hart om leiding het ek natuurlijk een passie gehad voor gezondheid. En ek was deel van die bloedoogtappingsdienst van die Weskaap. En tot voor my hartomleidingsoperatie het ek 125 punte bloed geskenk. Sonder dat ek 1 skenking in 21 jaar gemis het. Maar toe word ek geforceer na die operatie dat ek kan nie meer skenkie. So dit is ook een van my goed wat ek gevoel het ek wil doen om iets terug te gee vir die gemeenskap aan by te kan. Toe sy nou op en ons het teruggekom en toe sy moes nou weer op. En toe ek nou die, hulle sê toe vir my, maar ek kan maar sy kleren sambring, samneem weer. Toe ek eers by die huis kom, toe besef ek maar dit is nou een ernstige saak wat hier ingaan. Toe hulle ingaan theater, toe is het voor die oogend, toe is ons by die hospitaal. Maar my dochter was baie ontsteld. Want toe ons hom nou sien, toe lyk hy nou soos hy lyk. Daar gelê die pype in die mond en die kanne bloed waar daar staan, die bloed
dreineer en gaat in. En toen zei hulle gevra, maar kom is daar so baie bloed te goed? En toen moest hulle nou vir haar nou mooi verduidelik. Sy wil by ons die help. En op een stadium, toen sien ek hulle hart op so daar. En toen leek het my, sy hart was heeltemal uit met die ritme goed uit. En toen hulle nou die dokter weer daar gekry. Maar die Heer het hom deurgedra. Wonderlik. Oeh, hy was precies dieselfde. Lyk my toe het hy nog meer dinge gedoen as voor die operasie. So mense sê, ek wil eindelijk hê, hy moet nou tot rust kom. Want ek het gesê, die help hy ek op weg en hy hou nog aan. Maar ek weet nie of ons dit gaat reg kry nie. Ja, ik ga weg. Ons gaat weg bijvoorbeeld Johannesburg, waar was ook. Dan bel die mense. Dag dit brand. Dag dit dit en dit en dit. Dan moet hy daar van na bel. Om die dinge recht te maak. So die weg los hom nooit heen. O nonna, swart boy, die soeka in Eastern Cape, Kotsolo, en die pangela, apa, Cape Agulhas Municipality, ihlala apa in Bradasdorp. Dirk, ubizwa kanjalo ngumuntu wonke. Nathi emsebenzini sithi uMdirk xa simbizayo. Ungukansila kwikansili yethu, uyideputy mayor, ungu-chairperson we-housing committee, yi-portfolio yamkeleyo, mna nje uyi-manager ye-human settlements apha kwamasipala. Oh, usebenza kakhulu gqithi and usebenza nzima and uphusha wonke umntu uba makasebenze ngale ndlela kuye ayikho whole day and kuye fanele kusekhona i-problems ezikhoyo ebantwini ekuhlaleni fanele singalali ingqondo zethu fanele zingalali fanele usekenzwe right through ungabikho umntu othi uyaphumla athi udiniwe ufuna abantu abasebenzayo. Op de rechterkant, zoals bij die Nelson Mandela gemeenschapszaal. Een prachtige zaal voor die gemeenschap, zodat die gemeenschap een plek het waar hij bij elkaar kan komen binnen in die gemeenschap. Ja, hier is nou voorbij die. Everybody knows him, Dirk. He's a very strong individual and he speaks his mind. And for the first time, it was like, I wanted to be a guy like him because, you know, when he enters into a room, you know, there's a man who entered the room now and he carries himself very well. Yeah, my name is Renier Lowe. I'm 26 years old. I've been living in Bradasdorp for more than 20 years now. I'm currently employed at the Cape Agulhas Municipality as a youth worker. I was the chairperson of the youth year from 2011 to 2013. I'm currently serving on a community-based organization as the chairperson called Overberg Development Association that works a lot with community development. I'm also part of a men's organization called Boys to Men that focuses on the well-being of men in the community. So yeah, I focus a lot on community development. I have a passion for the youth. And I believe that I'm going to be a counselor in one of the very ward that I'm living here now. Natuurlijk hier, perceel, en dat is ook natuurlijk om een kerk.
'n kerk te sien. So binnekort gaan hulle natuurlik hier 'n kerk natuurlik opbou. Nou eerlik bly om Dirk gekom om Dirk staan hier so. Ja. So Dirk moet weet om Dirk soos ons raadslid hier so en een van ons projekte wat ons baie graag wil doen is ons wil al ons parke wil ons ophelder. Ons Dirk kan sien dis een van die parke hier so wat ons baie graag wil verf. En ons wil baie graag saam met die jeug doen want ons wil baie graag die jeug betrokke hê en ook leierskap vanaf op 'n jong ouderdom af begin. Ons het nou al reeds op Protem begin met een park. So ons wil elke maand wil ons probeer een park, wil ons probeer verf. So ons wil baie graag om Dirk se hulp nodig het nog net voor om Dirk nou heeltemal nou af gaan tree. Living in a disadvantaged community, also got involved in drugs, you know, alcohol and all the things, the social ills of the community, and I ended up being a poacher because especially this part of the world is very much into abalone poaching. So I got involved in that, and you know, I got caught, and I think there when my eyes really got opened, and I decided I'm going to throw my life away. And from that experience, I decided to use all my energy and my time and to help youth better their lives and to get educated, get an education and make their lives better, and because the education was the only key out of this. So that's how I really got involved in community work. Daar het ons van die 50-50 jeug projek waarmee ons besig is, nê, en dis 'n jong leierskap projek vir van die graad 9 tot en matriek. So en ons wil baie graag die jong mense betrokke kry in die gemeenskap. En een van ons projekte wat ons wil graag doen is die parke wat ons wil verf. En omdat ons omterken was nou ons landvlag se kleure en ons wil ons baie graag dit reflekteer op die parke. So ons wil baie graag die parke rooi, geel, swart, wit en blou verf. Verstaan Dirk en especially with Dirk and his influence that he has, I think he can help us a lot. Especially with the constituency that we are working in, I think he can help us a lot, especially with advice. Dit sal vir ons baie moeilik wees as om Dirkie met die dag so betrokke wees in die gemeenskap. Ek dink ons vertroue is regtig waar in om Dirk. Want met elke ding wat ons aan toe gaan, dan weet ons kry 'n oplossing daarvan. Ons voel almal trots. Ons woon almal in Bredasdorp. Dis ons munisipaliteit. En ons voel trots op dit wat hulle bereik het. En ons wat deel is daarvan, nader is, voel sy nog meer trots. Hulle verdien 'n klopje op die skouer. Dit is natuurlik een van my grootste begeertes, dat ons mense wat in haglike omstandighede bly, 'n dak oor hulle kop kry.